Hoi allemaal, welkom bij FEM. In de video van vandaag heb ik voor jullie een aantal tips om makkelijker en sneller in slaap te kunnen vallen. En ik weet dat velen van jullie wel eens last hebben om in slaap te komen. Vrienden van mij ook, in mijn naaste omgeving zie ik het ook vaak gebeuren dat mensen er heel erg veel last van hebben. En ik heb voor jullie een aantal tips verzameld die mij heel erg goed hebben geholpen door de jaren heen als ik niet goed kon slapen. En die tips wil ik vandaag met jullie delen, dus mocht je daar benieuwd naar zijn, blijf dan vooral kijken en ik wens je heel veel plezier. Mijn eerste tip is, zet een klok of wekker niet in de slaapkamer. Daarbij kun je denken aan een klok die dus echt tikt, dus met wijzers. Dat kon soms heel erg afleidend zijn. Ik heb het zelf ook wel eens gehad dat ik een klok in mijn slaapkamer had hangen en dat ik echt op een gegeven moment die klok uit het raam wilde gooien, want dan blijft het maar tikken en dat geluid is heel erg vervelend, vind ik. Ik weet dat mensen soms wel eens een klok in hun kamer hebben omdat ze het mooi vinden en handig vinden, maar zorg ervoor dat je gewoon ergens een klok hebt die bijvoorbeeld digitaal is of een klok die geen geluid maakt, want je hebt ook van die klokken die maken net wat minder geluid dan die met die grote wijzers. Die zijn echt, ik kan er echt niet tegen. Maar ook andere geluidjes, als je die hoort in je slaapkamer, probeer dan eventjes te kijken waar het geluid vandaan komt. En dat kan zijn bijvoorbeeld van je tv-kabel of zo, of iets in je tv wat geluid maakt waar je dan last van hebt. Want je hebt het niet door misschien, maar die geluidjes die leiden je wel heel erg af. En daardoor kan je niet zo goed in slaap komen. Tenminste, dat is bij mij vaak het geval. Dus ik zorg gewoon voor dat het helemaal geluidloos is in de kamer. Dus dan kan ik gewoon sneller in slaap komen als ik niks hoor. Want als ik dingetje hoor, ga ik me daarop concentreren. En dan kan ik gewoon niet slapen. Nog een tweede tip van mij is, drink iets warms voordat je gaat slapen. En dat helpt mij echt ontzettend goed altijd. Denk aan thee, warme melk of warme chocomelk. Ik word daar heel erg zen van en ontspannen. En dan kan ik gewoon heel erg lekker in slaap vallen. Wat ook heel erg heeft geholpen bij mij is door de temperatuur in de slaapkamer laag te houden. Dus maak het een beetje koeler in de slaapkamer door bijvoorbeeld een raampje open te zetten of een heel klein keertje. Of doe in ieder geval niet de kachel aan, want als het te warm is in de slaapkamer, dan ga je zweten of je krijgt het gewoon te warm. En het is dan niet prettig om in slaap te komen. Tenminste, bij mij werkt dat nooit. En anderen adviseren me ook altijd om gewoon de temperatuur goed op laag, een beetje laag te houden door iets van frisse lucht binnen te krijgen. Want jij ligt uiteindelijk toch wel onder de dekens, dus ja, je lichaam is gewoon warm genoeg. Maar daarbuiten moet het gewoon wel een beetje wat frisser zijn, zodat je echt gewoon in bed ligt en dat warme gevoel van je dekens krijgt en niet wat om je heen gebeurt, als je snapt wat ik bedoel. Ook is het heel erg handig om lichtjes te verbannen uit je slaapkamer. Dit kan zijn een lampje van je tv, dus zo'n rood lampje wat je ziet branden of wat knippert. Of een rood lampje naast je bed of zo. Of iets. In ieder geval alle lichten die je ziet, die kunnen afleidend zijn. En dat kun je dus het beste gewoon verbannen. En vaak heb je ook dat je bijvoorbeeld licht binnenkrijgt in de slaapkamer van lantaarnpalen. Kan heel erg storend zijn. Ik heb het zelf ook vaker gehad dat ik dan naast een lantaarnpaal sliep en dat het echt naar binnen kwam. Op den duur had ik dan gewoon goede gordijnen aangeschaft, dat het echt goed donker was in de slaapkamer. Want zo zul je alleen maar beter in slaap kunnen vallen dan dat het licht is. Als je bijvoorbeeld al een klein spleetje licht door je ramen heen ziet komen, dan is het al afleidend. En je gaat je daar op een of andere manier toch op concentreren. En dan kan je gewoon niet goed in slaap komen. Wat mij ook altijd goed helpt, zijn oefeningen doen voordat ik ga slapen. En daarbij kun je denken aan rek- en strekoefeningen. Dus gewoon eventjes lekker je lichaam uitrekken, zodat die gewoon een beetje klaar wordt gestoomd voordat je naar bed gaat. Maar je kunt dan ook denken aan ademhalingsoefeningen. En denk aan door de neus ademhalen, door de buik. Dus echt dat je focust op de ademhaling. En dan word je op een gegeven moment ook heel erg relaxed. En dan word je ook slaperig. Vooral 's avonds laat, dan heb je een beetje het gevoel van oké, mijn lichaam heeft nu rust nodig. En als je dan ademhaalt en weer uitademt, inademt en je daarop concentreert, dan word je vanzelf heel erg slaperig. En dat is net als schaapjes tellen, noem ik het maar. Want dan ga je ook op iets focussen wat ontspannend werkt, als je me begrijpt. Nog iets wat bij mij ook altijd heel erg goed helpt, is door eventjes een douche te nemen of een warm bad. En daarbij kun je het beste gewoon iets van lavendelolie of een lavendel douchegel gebruiken, dat je helemaal lekker ontspannen wordt. Zoals je weet is lavendel een veelgebruikt product voor mensen die niet in slaap kunnen komen of die echt lekker eventjes willen ontspannen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld lekkere massageolies met lavendelgeur. Of een bodylotion met lavendelgeur. Of je hebt zelfs sprays die je op je kussen kunt spuiten, zodat het helemaal naar lavendel ruikt. En ik weet dat het soms wel een beetje cliché klinkt, omdat veel mensen zeggen dat lavendel slaapverwekkend is en zo. Maar je moet het maar eens proberen, want
ik vind die geur lekker. En als jij die geur niet lekker vindt, helpt het sowieso niet voor jou. En dan lig je op een kussen met lavendelgeur terwijl je het vies vindt. Maar je kan het proberen als je ervan houdt. Dan hou je ervan. En zo niet, dan ja, moet je iets anders gaan proberen. Nou, dat waren dit alle tips die ik vandaag met jullie wilde delen. Laat ook eventjes jouw tips achter hier in de comments beneden die ik niet heb genoemd in deze video. Want daar heb ik persoonlijk ook wel weer wat aan. En ik denk anderen ook die deze video hebben bekeken. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg! Chai tea latte maken. En voor de mensen die niet weten wat een chai tea latte is.